data-strategie en een AI-strategie sluiten op elkaar aan. AI-strategie is in mijn ogen wat meer offensief. Dus je zoekt naar toepassingen die waarde kunnen genereren. Bijvoorbeeld meer omzet of kostenreductie. Maar het genereert geld. Data governance is wat meer defensief. Dus je probeert te voorkomen dat een data breach plaatsvindt of een data lek op een andere manier. Of dat mensen toegang krijgen tot data die dat niet had gemogen. De defensief is moeilijk om te becijferen en een business case voor te bouwen. En daarom zeg ik vaak, begin met een offensieve use case, dus de AI-strategie. En volg daaruit je datastrategie om de defensie goed op te bouwen. Want als je een use case al hebt draaien en je verbetert dan de datakwaliteit, dan kun je ook direct de impact meten van die datakwaliteit in die use case. En daarmee wordt de defensie in één keer meetbaar en kwantificeerbaar. Uit meerdere onderzoeken blijkt eigenlijk dat, ja, als je het vraagt aan data professionals of businessmensen in het vakgebied, 90% zegt wel dat data belangrijk is en potentiële waarde heeft of een business opportunity is voor het bedrijf. Tegelijkertijd zeg maar 15 tot 30% dat ze ook echt de waarde halen uit data die ze denken dat het erin zit. Dus er is een hele grote mismatch met wat ze willen en wat er bereikt wordt. En dat is precies waarom je datastrategie moet inzetten. Nou, we hebben over de afgelopen jaren dat we met data aan de slag zijn gegaan, hebben we allemaal wel gezien, ja, dat data in de data lake stoppen en een data scientist aannemen dat je er dan nog niet bent. De meerwaarde van een AI use case die begint pas te komen als de inzichten vanuit de data verwerkt worden op de werkvloer, als er mee aan de slag wordt gegaan in de business. En juist die brug tussen wat er technisch gebeurt en mogelijk is en hoe het werkt in de praktijk en de implementatie in de business, ja, dat moet bij elkaar komen en daar kan een datastrategie heel erg bij helpen. Een AI-strategie begint denk ik bij je businessdoelstellingen, bedrijfsdoelstellingen. Waar wil je heen? Nou, daaruit komen bepaalde use cases naar voren, bepaalde initiatieven die bedrijfsstrategie ondersteunen. In jouw AI-strategie zijn die use cases expliciet gemaakt en heb je dus een soort van product roadmap. Nou, als je die producten helder hebt, dan kan je dat weer vertalen naar wat heb je dan nodig in basis van, ja, in de zin van je capability. Dus je mensen, je data en je tools en technieken. En daar kan je ook weer allemaal besluitkeuzes over maken, een strategie over bepalen. Bijvoorbeeld, ga je zelf mensen aannemen of werk je samen met de consultancy? Koop je bepaalde AI kant-en-klare toepassingen of ga je het zelf bouwen? Organiseer je data scientist centraal of decentraal? Welke cloud vendor ga je voor? Of doe je het nog on-premise? Wat voor architectuur heb je nodig? Dus daar zitten allemaal keuzes bij die uiteindelijk ondergeschikt zijn aan, ja, welke producten wil je doen en welke strategie wil je, ja, welke bedrijfsdoelstellingen wil je gaan halen. Wij hebben bij Go Data Driven onze definition of gone. Dus als we weggaan, dan weten we eigenlijk ook altijd zeker wel dat we weg kunnen gaan. Dat komt omdat we het netjes hebben overgedragen naar iemand anders of een stuk werk hebben opgeleverd wat gewoon af is. Ja, en mijn ervaring is dat de klant daar altijd heel erg blij mee is, dat ze zo zelfstandig verder kunnen gaan en je dan heel erg bedanken aan het eind van het traject. En daar doe ik er natuurlijk uiteindelijk allemaal voor, dat er een tevreden klant zelfstandig verder kan.